Each man kills a thing he loves. Ja, dat is een inspiratie gewonnen ook gewoon om die sfeer nog wat te duiden, echt, hè. Wat de hel. Nee, omdat dat zo... Ja. Allee, dat is ook zo die... Allee, wat ligt door het kunstenaarsatelier op zich gewoon ook, hoe ik die ruimte zou willen verbeelden. Ik heb in voorbereiding ook nogal wat Francis Bacon gezien. Kunstschilder, die zijn levensloop heeft eigenlijk... ik vind die eigenlijk vrij gelijklopend. Er zijn heel veel parallellen, denk ik, met Dorian Gray, met Oscar Wilde. Ja, hoe dat zo vanuit het kunstenaarsatelier, waar dat chaos is, waar alles in dienst staat van die kunst, hoe dat daar dan die kunst uitgehaald wordt en in een soort van museale context geplaatst wordt, dus een soort van museumruimte. En waar dat dan het kunstwerk bewonderd zal worden. Dat is eigenlijk ook een beetje de evolutie die ik wil doormaken met decor. En ik heb daarvoor een vloer ontworpen en een soort van lichtplafond. Er zijn echte mannen en een echte vrouw kaart aan het werk. Heel belangrijk in dit stuk is ook het verstrijken van de tijd waar ik ook een licht kan steken. Dus bijvoorbeeld licht dat voor een bepaalde scène een sfeer creëert en dat op het einde van die scène wel ineens beweegt. Dus dat je ook eigenlijk je schaduwen ziet bewegen op scène. Wat voor mij alleen maar denk dat we dat echt ergens in de vorm gaan moeten steken, het verstrijken van die tijd. Omdat dat wel een heel belangrijk gegeven is in dit stuk. Zo. Ja, maar je hebt twee ophangpunten nodig. Is hier goed, deze en dan het parallel. Ik denk wel. Ik wil echt de verbeelding aan de macht laten, zeker in dat kunstwerk of zo. Er wordt zoveel over gesproken. Ja. Ik ben er ergens van overtuigd dat ik het niet echt hoef te zien.